Lieve mensen, hallo. Het is vandaag een hele bijzondere dag, want het is vandaag precies op de kop af, om en nabij de 124 jaar geleden ongeveer, dat exact op deze plek zo'n kleine 4,5 kilometer verderop, Hieronymus Devon Smith werd aangereden. En daarbij het leven verloor door middel van aanrijding door een helikopter. Zo tegen zijn hoofd. Hieronymus is 96 jaar geworden.